Welke met het volgende filmpje van Gaswetten? Verband tussen het volume en de temperatuur bij een constante druk. We gaan dus deze keer de druk hetzelfde houden, maar zorgen dat het geheel opwarmt om te zien wat er met het volume gebeurt. Nu ja, ik heb hier als voorbeeld een banden gepakt. Nu, het probleem is natuurlijk, hier zitten we in iets andere situatie. Ik heb het over het begin, als hem dus uh, omhoog gaat. Uh, ik bedoel, als je, wordt, als je moet opblazen of opwarmen zijn, dus dat je het uh, volume laat stijgen door op te warmen. Goed, als de druk constant is en dus de temperatuur uh, gaan we laten veranderen, dan zullen we zien dat het volume ook verandert. En als we dat gaan uitplotten bij een proef, dan zullen we zien dat als de temperatuur stijgt, dat het volume ook zal stijgen. Uh, ja, dus hier, dat is ook weer een rechte die ergens door de verticale as gaat. Dus gaan we voor de gaswet bij constante druk, bij ons nulpunt weer ook helemaal bij het Absoluut een nulpunt liggen en dan blijkt weer dat de druk, de curves van de druk hier, dat die weer door het nul absolute nulpunt gaan. Dat ik met andere woorden op de VT-grafiek is elk isobaar, want dat is een iso1-lijn, is een isobaar, een rechte door de oorsprong. En zien we dus dat v op t een constante is. Dus deze v gedeeld door deze t 1 is gelijk aan deze v gedeeld door deze t 2 en ik kan je dus zeggen dat het volume 1 op T1 gelijk is aan V2 op T2. En dit noemen we de volumewet van G. Lussac. Als ik bijvoorbeeld hier een afbeelding heb, een afbeelding heb van op deeltjesniveau, dan zijn die deeltjes aan het trillen bij een bepaalde temperatuur en een bepaalde druk. Als ik nu zorg dat de druk constant wordt gehouden door het feit dat bijvoorbeeld dat diksel, dat die diksel vrij kan openschuiven, dan zal, als de temperatuur stijgt, die diksel gaan uitschuiven, zodat het volume kan Aangepast worden. En dus met andere woorden, temperatuurstijging, deeltjes zullen harder gaan trillen en kloppen eigenlijk de tiksel open, meer naar buiten. Zodat het volume groter is. We hebben hier nog eens een keer onze curve, dus we hebben P1 en P2. Als we dus een verandering hebben op één curve, dus bij de druk, als de druk constant is, dan gaan we dus ons verplaatsen op deze, uh, ja, deze curve. Dus dan gaan we bijvoorbeeld van T2, naar T1, dan gaan we tegelijkertijd ook van V2 naar V1. Daarentegen andere veranderingen zullen te zien zijn met deze pijl. Zoals bij een constante temperatuur, zal bij een toename van volume de druk uh, kleiner worden. En als we aan de andere kant kijken dat we bij een afname van temperatuur ook zal ook onze druk kleiner worden. Dus ook hier is de uh, druk als de curve hoger ligt een lagere druk een voorbeeld je stopt een leeg petflesje van 0,50 liter in de diepvries als de temperatuur buiten de diepvries 20 graden celsius en in de diepvries is die min 9 wat zal het volume dan zijn wanneer, het flesje, uh, wanneer de lucht in het flesje de temperatuur van de diepvries bereikt heeft gegeven is dus het volume van 0,50 liter oftewel 0,50 maal 10 tot de minderde Kubieke meter. Druk 1 is 1,0131 maal uh, 10 tot de vijfde pascal. Temperatuur 1 is 20 graden Celsius. Temperatuur 2 is min 9 graden Celsius. Wat is ons volume 2 dan? En dan gaan we kijken. Dus eerst moeten we onze temperatuur omrekenen. 20 graden Celsius plus 273 is 293 Kelvin. Min 9 graden Celsius plus 273 is 264 Kelvin. Dan kunnen we in onze formule invullen. We zoeken dus v2, dus moeten we wel beide leden maal t2 doen. Dan valt het t2 hier weg en doe ik hier maal t2, dus v1 maal t2 gedeeld door t1. Als ik dat dan invul, 0,50 maal 10 tot de min derde maal 264 gedeeld door 293 geeft 4,5 maal 10 tot de min vierde oftewel 0,45 maal 10 tot de min derde. Dus we gaan van 0,50 liter naar 0,45 liter. En dat was het. Voor dit filmpje.